Stopcontact vervangen. Een kapot stopcontact kunt u het best zo snel mogelijk vervangen. Er bestaat anders de kans op elektrische schok of brand door kortsluiting. Voor het kopen van een nieuwe wandcontactdoos of stopcontact is het belangrijk te weten welke u moet hebben. Is het een opbouwstopcontact of is het een inbouwstopcontact? Stap 1. Zet voor u begint eerst de hoofd- of groepschakelaar uit. Stap 2. Schroef de beschermkap van de wandcontactdoos los. Schrijf even op hoe de gekleurde draden zitten aangesloten of maak er een foto van. Stap 3. Schroef de draden één voor één los en verwijder het binnenwerk van het stopcontact. Stap 4. Monteer het nieuwe stopcontact in omgekeerde volgorde. Stap 5. Zet daarna de hoofd- of groepschakelaar weer aan. Veel succes!